uit deel 4. Maar ook had het alles te maken met dit doelpunt. Gaan we naar kijken. En hangen. En daar zit de man die het doelpunt gemaakt heeft, Huub Loeven. Hallo. Goeiedag. Ja, we waren er toch een beetje trots op, hè, dat ene doelpunt. Dacht je ook zelf van, nou, we gaan hem halen? Ja, toen was het de eerste keer voor Vitesse. Ja. De eerste keer een Europese wedstrijd. En voor mij was het ook helemaal nieuw. Ik was net bij het eerste elftal. Ja. En ik stond in de basis. De eerste keer. Ja. En dan nog de winnende treffer scoren. Ja, dat is schitterend, joh. Dan droom je helemaal weg natuurlijk, denk je. Je hebt het gemaakt. Maar daarna, Huub? Daarna was het thuis. Toen dacht iedereen van, die rollen wel even op. Ja. Maar dat bleek dus achteraf toch... Helemaal niks meer. Nee, dat was 0-0. Heb je ook nog even gedroomd over? Ik denk van, nou, die beker, straks sta ik ermee. Iedereen, huup. Nee, dat echt niet. Nee, dat kan ik nog niet dromen. Vitesse, de eerste keer voor Vitesse dat ze Europese wedstrijd spelen. Maar dan kun je niet verwachten dat ze al de finale staan. Ik kan me best een beetje voorstellen dat je er toch zijdelings aan gedacht hebt. Maar, dit is de surprise zoals je weet. We hebben iets leuks voor je. Stella komt nu deze kant op. Ja. Ik zie het al. Dankjewel. Haal hem maar vanaf, ja, maar vanaf. Wij hebben nagebouwd een hele Europa Cup 2 beker. Met. Jij mag het vasthouden. Met inscriptie staat Huub Holland Huub op. Hou hem even omhoog. Kijk wat houden.